Your heart is hard to carry after dark. You're to blame for what we could have been, cause look at what we are. Floor, wie zijn al die mensen? Al die reacties. De meeste staan aan jouw kant. Hier. Kelsey is super stoer. Ze komt op voor de jongen. Die chick is een held. Nee, ik ben geen held. Ik ben fucking viral. Kels, serieus? Stop met kijken. Wat doe je nou? We zouden toch aan het Go Green project gaan werken? Ik ben nu echt niet in de stemming. Ik sta aan een 5 voor Engels en Nederlands. Later oké. Ik beloof het. En sorry hoor, maar waarom deed je het ook? Ik bedoel, Ilko, moest je hem verdedigen? Hij werd daar half verkracht door. Ja. Sure. Die jongens deden alleen zijn broek naar beneden. Dat oh, is echt geen verkrachting. Alleen zijn broek dat naar beneden. Dat is echt geen verkrachting. Hoe zou jij het vinden als ze je broek naar beneden zouden doen voor de hele klas? Nou dan. Niet zo dramatisch. Jij bent de enige die wat deed en daarom ben je viral. So what? Je moet trots op jezelf zijn. Wat is dit nou weer? Hi, ik ben Kelsey. Laat zien. Dit komt net binnen. Oh, Kelsey. Hi, ik ben Kelsey. Oh, Kelsey. Oh, Kelsey. En ik ben Leila. Hi, ik ben Kelsey. Oh, nee. Kelsey. Ik sta echt zo verlul. We moeten iets terug doen, iets terugzeggen. Nee, echt niet. Nee, echt niet. Hier, in ons eigen film. Serieus, echt. Hier, luister. Hoe sneller iedereen dit vergeet, hoe beter. Niet doen. Niet doen. Kels, jullie zijn echt dom. Dit is voor iedereen die schuiterige berichtjes achterlaat. Laat Kelsey met rust. Wat zei dit voor Ilko was super stoer en jullie zijn allemaal laf. Dus, voor jullie allemaal. Ik was vannacht echt gek geworden in mijn eentje. Oh, kom maar, kom maar. Wat? Wil je nog op de film kijken? Wie is dit? Hey Kelsey, jij bent lelijk. Jij kan alleen maar nerds fixen, of niet? Hey, maar meisjes slaan je niet, hè? Maar hey, als die bitches beter wordt dan? Kapot maken, jongen! Okay. Kelsey! Kelsey! Zo, goedemorgen dames. Goedemorgen. Goedemiddag. Wil je lekker geslapen? Oh, Floor, ik had je moeder net aan de lijn of je wel op tijd thuis wilt zijn. Vandaag even niet, oké? Je vader gaat ook al niet mee vanwege die wedstrijd van hem. Jongens, wat een bericht. Wat is er aan de hand? Over die presentatie van vrijdag. Nou, beter toch? Chillen even eruit. Straks krijg ik ook nog problemen met de schoolleiding door dat filmpje. Wat moet ik dan zeggen? Dat het klootzakken zijn en dat ze gewoon een klap verdienen. Zoiets. Oh, hey, Alex. Dat filmpje voor school
Code Green gebeuren. Hier. Moet je even eerlijk kijken, even goed kijken, zeggen wat je van vindt. Ah, nou, jouw deel er nog bij doen. Luister, wat die gasten deden was gewoon wack. Ze dachten dat ze de baas zijn met hun filmpjes en foto's gebeuren op Instagram. Dat is bullshit. Jij bent voor Ilko opgekomen. Jij bent hier de held. Ik ben geen held. Tuurlijk wel, jongen. Je bent toch Kelsey, jongen? Je bent toch... Kelsey is back, jongen! Kelsey, hoe is het, schat? Oh, stop eens eventjes. Waarom kijk ik zo boos? Oh. Even een klein lachje. Oh, ik heb mijn ogen. Oh shit. Oh, leeg, zo lelijk. Yeah. Loop alsjeblieft naar New York. Ja, grappig. Kelsey, waar is Ilko? Waar is Ilko? Hey, Ilko, moet je broek dicht doen? Niet, hoor. Ilko! Oh, kijk op van hè, schatje. Ilko. Kom. Losers. Wat wil je? Geen label zo, loop door. Nou. Hey Kels. Hey. Hey, wat is een lachje van je? Wat is een lachje van je? Hij heeft het warm. Even uitkleden. Oh, ik heb ook zin in de eerste duur. Ilko vraagt er zelf ook wel om. Met zijn hele, ik heb een 8, geen 9. Hij denkt echt dat hij beter is dan mij. Kelsey is binnen. Oh ja! Kom, is binnen. Kom. Nee, toch niet. En hij stinkt. Loop maar. Loop door. Ja, loop maar. Hey. Oké. Okay. Gewoon... Als we hier geen 8 meer halen, dan weet ik het ook niet meer. Prima, toch? Kan ik Kelsey en Ilko even meenemen? Kelsey! Lekker, Ilko. Jongens, naar hun twee. Even. Hey, veel plezier, hè. Doei. Doei. Dat zoiets gebeurt hier, in onze kleedkamers. Ik wil dat deze school een veilige plek is voor iedereen. Ook voor jou, Ilko. Nasreddin en Jason gaan gestraft worden, daar is geen twijfel over. Maar ik geloof niet dat zij de echte aanstichters zijn. Hey, doe zijn broek uit, doe zijn broek uit! Wie filmt dit? Ilko, ik ben bang dat we je ouders moeten benaderen. Hoezo? Ik heb toch niks gedaan? Ilko, jij hebt hulp nodig. En lopen klikken, dat helpt zeker. We moeten erover praten, gezamenlijk een oplossing vinden. Kelsey, vechten is verboden hier op school. Officieel zou ik jou nu moeten schorsen. Kelsey nam het voor me op. Officieel, zeg ik. Het spreekt voor je dat je het voor Ilko wilde opnemen, maar zo kunnen we niet met elkaar verder hier op school. Wat er gebeurd is met jou, Ilko, die video, foto's, die hele situatie, die loopt uit de hand. Help me te stoppen. Misschien is het goed om erover te praten. Voor jou misschien. Voor jou waait dit zo wel over. Voor mij is het al mijn hele leven lang zo. Als ik praat, maken ze me kapot. Ik heb het beste met je voor, Ilko. Het beste voor mij of het beste voor de school? Wat ga je doen? Was het Ralf Verhoef? Hey, later nou, kom. Fuck, heb jij gezegd? Hè? Mijn ouders zijn gebeld, hè? Straks blijf ik weer zitten, wat dan? Ik heb echt helemaal niks gezegd. Ik ben dat we geschorst worden. En je ouders? Zijn die gebeld? Nee, hè? Fucking oneerlijk. Heb jij er al voorbij geluld? Ze wilde alleen maar praten. Ze wist het al. Dus dan heb je alles eerlijk verteld. Dat het jouw idee was? Van Ilko? Het was niet mijn idee. Jij zei bij Grim dat je recht in Ilko's schimbroek kon kijken. Zij zei dat we zijn broek moesten uittrekken. Het moest van haar. Heb jij dat gezegd?
was een grapje. En dan laat je hen voor alles opdraaien. Terwijl jij tegen de conrector en de rest van de school de held loopt uit te hangen? Voor stink, Ilko? Je vond het filmpje erg, toch? Wacht maar. Het stinkt hier. Ja, wat? We dachten allemaal dat je voor Ilko opkwam. Maar al die tijd was het jouw idee om zijn broek uit te trekken. Het was een grapje. Oh, een grapje. Meen... Kelsey, ik ben voor jou opgekomen. Oeps, al gedaan. Kijk, 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 kijk.